En wat hebben we hier? Een knoop. Ja, een knoop met volgens mij twee kanonnen erop. Twee gekruiste kanonnen. Oogje straf, jammer genoeg. Ja, zo is wel een beetje goed zichtbaar. Oh, dat is een munt. Oh, dat is een grote munt. Ik zie hier bovenin zie ik letters staan. Maar die moet eerst goed schoongemaakt worden, want hij is gruwelijk smerig. Maar dit is een mooie grote munt. Ja, alleen nog eens een beetje schoonmaken. Klein knoopje. Kapot oogje. Klein dingetje is het. Ja, heel klein knoopje. Volgens mij een heilige hanger. Maar wel een dikke koeklager op. Je kunt hier aan de zijkanten nog een stuk van het lichaam zien. En dat, ja, heilige kransje, of weet ik het wat, zoals ze op de kop hebben. Ja, die moet nog flink schoongemaakt worden deze. En met een beetje mazzel kan het zilver zijn, als ik het zo zie. Aan deze kant zit ook een dikke koeklager op. Ja, die moet ik trouwens eens goed schoonmaken. Maar ik denk dat het zilver is. Een muntje uit 1819. In ieder geval nog leesbaar. Ik denk iets maar een soort 1 cent. Zo kan ik zien. Een oude 1 cent. Aan deze kant een schildje. En we hebben een kruisje. Ik weet dat er geen Jezus meer aan hangt, maar helemaal verder is hij wel compleet. Het hout zit er nog in. Oh, zo.